NTR. In deze eerste aflevering van Vrouw zoekt kunst ga ik op stap met modeontwerper Sjaak Hullekes. Hoe zit hij? Ja, ik zit goed. En kunt u uw armen bewegen? Ach, zo comfortabel. En de schilderijen van Robert Zandvliet. En dat zijn geen lullige werkjes. Maar nu eerst voor something completely different. In de kunst is het dier rijk vertegenwoordigd. Bij koeien of bij de stier denk je aan de imposante schilderijen van Paulus Potter. Of bij een hond aan Bobby van Kuifje. Of die eindeloos vele jachttaferelen. Om van het paard nog maar te zwijgen. Maar dan het varken. Daar schieten mij dan iets minder verheven beelden bij te binnen. Maar daar denkt Rob Mulman heel anders over. Ik ben een scharrelvarken, ja, ik scharrel hier en daar. Een scharrel tussen beiden, mijn kostje bij elkaar. Ik ben een scharrelvarken, oh, ik scharrel er niet van. Weet niet dat ik het leuk vind, het is dat ik het moet. Vol varkens zie ik al. Hier hangen heel veel moderne varkens. Ja. Veel. In beeld en schilderijen. En wat is eigenlijk het oudste wat je hebt in de tentoonstelling? Het is op dat blokje. Het is een zeugje wat aan het eten is uit een emmertje. En dat werd dus om de hals gedragen. Waarschijnlijk als symbool van vruchtbaarheid of voorspoed. Aha. En van wanneer is die? Dat is ongeveer 600 tot 900 voor Christus. Zo, hè. Dat beest loopt al 8000 jaar aan onze voeten mee. En is ook 8000 jaar eigenlijk al verbeeld. Zijn er nog bekende oude schilders geweest die wat konden met het varken? Zelfs Rembrandt. Rembrandt heeft verschillende studies gemaakt van het varken. Er zijn prachtige tekeningen van in het Louvre. En hij heeft één erts gemaakt en dat is deze zeug. Dus in die oude tijd zien we dat het nog gewoon een huisdier was? Ja. Aan de ene kant van het schot sliep het gezin, aan de andere kant het varken. Er zit dan ergens een mannetje hier aan de zijkant van te poepen. En hier loopt het varken, die valt menselijke drollen op. Het was allemaal heel normaal. Maar nu is dat helemaal niet meer zo normaal. We zien dat beest niet eens meer, behalve in stukjes cellofaan in de supermarkt. Maar herken jij daar een varken in? Nee. Nee, vaak niet, nee. Dat hebben deze kunstenaars een beetje rechtgezet om hem weer naar waarde en waardig te portretteren. Wat me opvalt, ik zag daar een vliegend varken, daar hangt een vliegend varken. Wat is dat met die vliegende varkens? Ik denk dat het een drang naar vrijheid is, dat ten eerste. En een hedendaagse variant op Pegasus, dat is het vliegende paard. En dit is dan Pegasus. In hoeverre inspireert het varken u? Ja, ik schilder vaak dieren op mijn schilderijen en een daarvan is het varken, omdat het zo'n gezellig figuurtje is. En het helemaal past bij mijn idee over welvaart en rijkdom en geluk. Het zijn allemaal dingen die tegenwoordig niet meer zo gelden, omdat dat eigenlijk een beetje negatieve bijklank heeft gekregen, het varken. Als een soort vet varken. Maar in vroegere tijd, zeg maar begin 1900, werden er zelfs nieuwjaarskaartjes verstuurd met een vrolijke biggetjes en klavertjes vier en hoefijzers. Dat waren allemaal symbolen voor geluk. U heeft meer dan vliegende varkentjes. Ja, dit vliegen. Vindt u hem niet interessant zonder vleugels? Ja, dat vliegen is ook meer door de situatie, omdat hij hier niet kan staan. Want dan moet hij niet op het doek kunnen komen.
Dus misschien is er wel een varken zonder vleugels, maar die zien we nu gewoon die niet. Die zijn niet. Gaat u nog voordat u gaat schilderen zo'n varken de anatomie bestuderen? Of foto's? Of hoe, Nee, niet bepaald. Omdat het anders zo'n geforceerd iets wordt. En ik wil het toch mijn eigen varkentje laten zijn. Dit is niet een varkentje wat je tegenkomt bij de boerderij, zeg maar. Wat mij hierin raakt, is de ontroering en de schoonheid. Wat is het precies? Er wordt een steenvrucht genoemd. Het is dus een embryonaal varken wat nooit geboren is en wat in het varken, in de zeug, is versteend. Voor mensen lijkt dit misschien triest. Het is ook triest, het is leven in de kiem gesmoord. Maar tegelijkertijd is het van een ontroerende schoonheid die ik hoop in verf te kunnen vangen. Het is wel opvallend dat er in de tentoonstelling dan geen schilderij van jou te zien is. Nee, dat klopt. Maar dat komt omdat ik ook eigenlijk pas sinds 2 weken weer schilder. Dat komt omdat toen mijn vrouw overleed, veel te jong. En zij bleek eigenlijk letterlijk mijn muze. Maar dan ook letterlijk, dus niet als model, zoals dit nu model is. Maar in de zin van iemand die vanaf streek 1 in je gelooft en je steunt en haar leven erop inricht. En achteraf bedacht ik, alles wat ik gemaakt heb, heb ik aan haar opgedragen. Nou, dus die zin, die viel opeens weg, die zingeving. En kennelijk heeft dat 2 jaar moeten duren om een beetje terug te keren. Tot wanneer loopt de tentoonstelling eigenlijk? Zondag 1 juli. Misschien moet je hem gewoon symbolisch op de laatste dag nog ophangen. Ja, sowieso. In wat voor staat dan ook? Ja. Ja. Nou, wie weet.